een soort van recensie. Ja hoor, dat ben ik, de Sebastiaan. Want er is maar één Sebastiaan en dat ben ik. Je ziet de titel, Waya en de Wolf. En dan denken mijn Instagrammers, vriendjes, of waar je ook een soort van recensies leest, denk je, huh? Ik heb dat helemaal niet gezien, joh. En dat klopt, want Waya en de Wolf, nou, vorige week hoorde je al in mijn nieuws uitzending dat, zeg maar, dat de release van de week is of iets dergelijks, of hoe zeg je dat? Vorige week uitgekomen. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik maak eerst de podcast en dan zet ik een soort van recensie online voor marketingredenen. Ik heb geen idee. Ik vond het wel een keer leuk om dat op die manier te doen. Volgende week probeer ik het nog eens een keertje. Dan gaan we eens even kijken, want dan kom je ook... volgens mij kom je er wel achter wat ik ga lezen. Wat het volgende week gaat zijn. Is even zien. Waya en de Wolf, Jonne Kramer, hartstikke nieuw. Je kent haar misschien wel. Nou ja, misschien ook niet. Ik ken haar in ieder geval van Raadsel van de Zee en Dop. En nee, ik denk, ik pak eventjes mijn soort van recensies erbij van die twee. En Raadsel van de Zee... nee, dan begin ik met Dop. Wacht. Dop, haar tweede boek, staat... Dop zit meteen in mijn hart. Het leuke is dat Waya... dat dan ook is. En die vader trouwens ook. Ga je straks allemaal dingen over horen. Raadsel van de Zee staat... Als ik eerlijk ben, vind ik het boek te kort. Er hadden voor mij nog wel 100 pagina's bijgenomen. Nou ja, blijkbaar heeft Jonne dat gelezen. Want dit is... Nou ja, even kijken hoor. Nou, dit is denk ik wel 100 pagina's dikker. Waya en de Wolf. Nou, die heeft natuurlijk helemaal niet naar mij geluisterd. Maar ze heeft wel een dikker boek. Het is haar dikste, Waya en de Wolf. Nou, wat gaan wij allemaal doen vandaag? Ik heb hier best wel wat boeken liggen nu. Dat vind ik toch wel leuk. Wat gaan we doen vandaag? Nou, zometeen beginnen we met het nieuws. Dan, wat lees ik eigenlijk nu? Ja, wat ben ik nu aan het lezen? Is dat interessant? Nee, weet ik niet. Maar misschien is dat wel leuk. Misschien is het een leuke tip voor jou. Dan komt mijn grootste vriend, mijn broer, aan het woord. Daar gaan we even contact mee zoeken. Dan een soort van recensie. En dan heb ik op mijn wat te doen lijstje staan een soort van persoonlijke anekdote in relatie tot dit boek. Oh, dat wordt spannend. Dus ik heb geen idee hoeveel ik ga delen. Maar Waya... en de Wolf die deed me aan allemaal dingen denken. En nou ja, misschien ga ik daar ga ik in ieder geval iets over vertellen. Alleen ik weet nog niet hoeveel. Dan natuurlijk een stukje voorlezen. En dan sluit ik af. Met een liedje ook. Ik ben benieuwd of ik een copyright claim krijg. Maar omdat het cover is. Ook in relatie. Zeg maar, er staat op mijn lijstje. Song in relatie tot de anekdote tot het boek. Ik weet niet of het klopt, maar voor mij klopt het in ieder geval wel. Nou, zullen we dan nu echt gaan beginnen? Eigenlijk ben ik al lang echt begonnen. Vanaf het moment dat je me hoort fluisteren, beginnen we gewoon, weet je wel. Even kijken hoor, heb ik nog iets? Nee, ik heb eigenlijk niks. Wat ik wel heb, is nieuws. En het is best wel een beetje... nou ja, daar komt hij hoor. Is het nieuwsbericht van week 39. Vrouwen worden wederom benadeeld. Pjotter van Lenteren, die schrijft van die stukjes, van die recensies in de Volkskrant. En dit keer ging het dus over illustratoren en illustratrices. En nou viel mij iets op, want er worden 5 illustratoren laten zien. Bijvoorbeeld Linde Faas. En daarom dacht ik van, nou, ga ik even kijken. En dan vind ik het ook... je kan me natuurlijk partijdig vinden, maar dan vind ik het... Ja, dan ga ik het toch even opnemen. Maar het viel me ook... Er viel me dus iets op. Daar ben ik dat aan het bekijken. En dan wordt de eerste die wordt uitgelicht is een man. Daar staat een mooi plaatje bij van wat hij dan heeft gemaakt. En dan komen er 3 vrouwen. Linde Faas, Milja Praagman en Yvonne Jachtenberg. Daar krijg ik geen voorbeeld van te zien. En dan wordt er afgesloten met een man. En die krijgt ook een plaatje. Oh, dat is wel heel zachtjes. Even kijken hoor. Zo. En die krijgt dan ook een plaatje. Weet je, ik weet niet of ik nou de persoon ben om dat te zeggen. Maar het valt me dan op. En toch dacht ik van nou, laat ik... weet je wat ik doe? Meestal hou ik... in het openbaar hou ik een beetje... Of tenminste, in het openbaar... Zo, ja... Zo in het openbaar hou ik daar meestal een beetje mijn mond over. Tenzij ik in gesprek raak met iemand of zo. Maar ik ga niet een boos stuk zitten te schrijven en dan zitten zeggen... Ja, bla 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 bla. Zo doe ik dat dan ook weer niet. Het is alleen als er een aanleiding is. En nu praat ik hierover. Tenminste, ik zag het. Ik denk, ik ga het gewoon even zeggen. En dan vroeg ik me af, vallen meer mensen dat op? Heeft die Pjotter dat expres gedaan, weet je wel? Dat hij zegt van ja, is allemaal leuk. Maar we hebben al drie, ik bespreek al 3 vrouwen. Nou, dan mogen de mannen een plaatje. Terwijl ik ook benieuwd ben naar Milja Praagman, Yvonne Jachtenberg en natuurlijk Linde Faas. Weet je wel, waarom krijgen die dan? Nou ja, als je daar iets van vindt of je weet daar meer over, dan moet je dat even laten weten, weet je wel, toch? Ja, of niet? En dan kan je gewoon nu misschien met mij samen verontwaardigd en een beetje boos zijn. Maar ja, weet je. Ik heb nog meer dingen over die... maar ja, weet je. Lees het stukje even zelf. En dan kan je zelf daar een oordeel over hebben. Ik heb een link in de show notes. Dat staat denk ik op mijn website. Of bij Spotify of zo ergens. Maar op mijn website staat het sowieso. de.sebastiaan.nl. En dan komt dat wel goed. Dit is een ding van de Volkskrant. Nou, eens even zien. Hup. Release van de week. Mus en kapitein Kwaadbaard en de koers naar de kraken. Komt 1 oktober uit. Dat is vrijdag alweer. Ja, geschreven door Kevin Hassing. Haha. En dat komt dus deze week uit. Nou, dat is toch helemaal te gek. Dat zou ik zeker doen. Linde Faas heeft, die heeft de cover gemaakt en allemaal mooie tekeningen erbinnen en zo. En nou, dat wordt weer helemaal leuk, denk ik. Nou, dat denk ik niet alleen. Dat weet ik. Daar ga je straks iets over horen. Even kijken hoor. Hoppa. Nathalie over desebastiaan.nl. Ik doe de pabo en elke keer als ik nu inspiratie zoek voor goede kinderboeken om te lezen, dan zoek ik deze site even op. Dit is natuurlijk... Wacht, ik zet even een ander muziekje aan. Hoppa. Dit is natuurlijk helemaal geen nieuws, maar dit is een pure zelfpromotie. Dat is eigenlijk een beetje dit. Deze rubriek. Maar vertel toch eens wat jij ervan vindt. Of je nou volwassen bent of een kind. Ja. Vertel wat jij ervan vindt. En ik kreeg dus een berichtje op mijn website. Ik heb op desebastiaan.nl echt een oldschool gastenboek. Daar kan je een berichtje voor me achterlaten. En dat vind ik heel leuk. En Nathalie, die stuurde mij dus dat berichtje. En dan dus, dat vind ik dan wel grappig. Dat dan iemand toch je site weet te vinden en daar inspiratie uithaalt. Maar ik kreeg nog een bericht... van een vaste luisteraar, van Rigobetta. En die heeft het volgende over deze podcast te melden. Liep een beetje achter, dus vanmorgen de laatste 2 geluisterd. En echt weer genoten. Kreeg meteen weer een blij gevoel. En dat had ik nodig. Ik liep op een gegeven moment echt met een smile door de bossen. En heb ook hardop gelachen. Ik hou gewoon van je energie. Lekker chaotisch, maar ook echt inhoudelijk goed. Dus, dacht, moet het even met je delen. Nou, superleuk. Dankjewel. Ik vind dat ook heel leuk om te horen. Dat mensen daar toch plezier uit halen of zo. En misschien ben je nog niet eens... je hoeft nog niet eens een... Nou ja, nee, dat wel. Nee, volgens mij moet je wel een kinderboekenliefhebber zijn om... nou, weet ik niet. Want soms zeg ik ook persoonlijke dingen. Dus als je het leuk vindt om... meer over mij te weten. Oh, dat klinkt echt arrogant, jongen. Überhaupt zo'n podcast waar je dan... Vind ik het dan zo nodig dat ik zo... Ja, hoe belangrijk vind... Vind ik mezelf nou echt zo belangrijk? Nou ja, blijkbaar wel. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Ik vind het leuk om te maken. En ik vind het ook leuk als mensen ernaar luisteren, toch? Hoppakee. Dit is wat ik nu lees. Dank jullie wel. Zo, dit is wat ik nu lees. Nou, ik ben klaar. Ik ben een beetje between books. Dus tussen twee boeken. Dat is Nederlands, maar weet je, waarom moet ik altijd alles zo uitleggen? Ik heb het net uit. Ik heb het net eigenlijk al genoemd. Ik heb net Mus en kapitein Kwaadbaard en de koers naar de kraken gelezen. Van Kevin Hassing. Vanmorgen uitgelezen. Ik maak deze podcast op woensdag. Op dinsdag. Woensdag komt hij uit. Dus gisteren, als je dan de woensdag echt luistert. Gisterochtend heb ik het uitgelezen. Ga ik er al iets over zeggen? Nee, ik ga er nog niks over zeggen. Behalve dan dat ik een super fun time heb gehad. Zo. Nu vraag je je af, is allemaal leuk en aardig. Waarom lees je dat dan nu al? Hè? Het is al nog niet eens in de winkel. Nee, maar dus ik heb het echt 100.000 keer gezegd. Zaterdag komt Kevin op bezoek. Heb je nog een vraag? Laat het me weten. In ieder geval voor zaterdag 12 uur. Ja. 'S Nachts, denk ik. Want dan kan ik die ochtend misschien nog iets doen. Nou ja, weet je. Allemaal leuk en aardig. Wat ga je dan nu lezen? Toch? Ja, wat ga ik dan nu lezen? Ik heb twee keuzes. Ik heb Frostheart. IJshart. Dus in het Engels. Ik denk... dit trekt mij wel op de een of andere manier. Gewoon, toen ik het... Ik zag... IJshart zag ik voor het eerst. Zeg maar, dat zag ik dan voorbij komen. En ineens was het deel 2. En toen dacht ik... Toen zag ik het staan. Toen dacht ik, weet je, ik koop het gewoon. in de uitverkoop. Of nou ja, in de uitverkoop. Echt voor de helft van de prijs. Want op de cover... De cover is zeg maar een scheur in. Nou, dan kon ik gewoon met een plakbandje. En dan kon ik voor €7 kon ik een boekje kopen. Nou, dat is wel mooi. Of die. Of iets meer voor volwassenen. The Lost World. Dus Jurassic Park 2. Nou, voor de mensen die me volgen... die hebben laatst Jurassic Park voorbij zien komen... als een soort van recensie. En daar was ik super enthousiast over. En ik heb dat gewoon als... Die film ken ik als kind. En ik had nooit gedacht... Ik heb nooit geweten eigenlijk... dat dus ook eigenlijk een boek is. En ik was daar zo... Ik vond het zo helemaal te gek. En toen dacht ik, ik ga Lost World lezen. Eigenlijk wilde ik het gaan lezen op mijn vakantie. Dus tijdens mijn vakantie, dat is volgende week. Maar misschien begin ik daar alvast aan, zodat ik in de vakantie die weet nieuws kan lezen. Nou ja, één van die twee gaat het dus worden. Inmiddels is het dus... aangezien ik het tot op dinsdag opneem... Nou ja, op dit moment lees ik één van de twee. Als jij dit dus hoort... Ik ben benieuwd wat het is. Nou, misschien kan je in mijn feed even kijken. Of in mijn stories of zo. Misschien heb ik het daar wel gezien. Ik weet het eigenlijk ook niet. Dus één van die twee. Frostheart van Jimmy Littler. Jamie Littler. Of The Lost World, Jurassic Park. Michael Crichton. Of Crichton. Crichton. Ik denk Crichton. Hoppakee. Zo. Het wordt tijd dat we er even iemand bij roepen. En de echte fans die weten het. Wie gaat er... Hoppakee. Nou, even knopje zoeken. Want dan zoeken we even contact met hem. Daar komt hij. Hallo, dat ben ik. Ja, het is officieel herfst sinds... ja, 2 weken of zo... En dan moet je de bos in. En weet je wat ik in mijn tasje vind? Ja, precies. Ik vind gewoon een boek. En het heet De Bossen in. En als ik naar het plaatje kijk, dan zie ik een eekhoorn. En ik zie daar ook een eekhoorn lopen. Oh, ik moet rustig aan doen. Ik zie daar ook een eekhoorn lopen. Die loopt allemaal blaadjes naar beneden te vallen. Die worden allemaal langzaam bruin. En waarom worden ze eigenlijk bruin? Even kijken hoor. Dan ga ik even zoeken. Waarom worden... nou, zo kan wel een beetje harder. Nou, ik weet het eigenlijk ook niet. Oh, hier staat het. Even zien hoor. Weet je waarom blaadjes bruiner worden? De bossen in. Van Christiane Dorion. En tekeningen van Jane McGuinness. Oeh, Guinness. Wat een bijzondere naam. Eens even zien. Even kijken hoor. Als de dagen korter en kouder worden in de herfst, voelt de boom dat het licht verandert. Huh? Kan een boom voelen? Nou ja, dan stoppen de bladeren met het aanmaken van chlorofiel. De groene kleur verbleekt en andere kleuren worden zichtbaar. Een vurig mengsel van rood, oranje en goud ontstaat. Dat dwarrelt. Dan dwarrelt het blad op de grond. Wauw! Oh, dat heb ik nooit geweten, joh. Maar dit is niet alleen voor de herfst. Dus ook de zomer, winter, lente. Allemaal mooie plaatjes. Oeh, stille winter. Ik zie daar een hermelijn lopen. Oh, die zitten goed verstopt. Amerikaanse haas, Canadezen. Wat is dat, joh? Oh, dat heb ik echt nog nooit gezien. Oh, ik kijk om me heen, hè. Ik kijk om me heen en dan heb ik ook het plaatje, het ding van het boek, van de bossen in. En dan zie ik allemaal bomen staan en dan ga ik even kijken. Grove den. Heb ik hier een grove den? Even zien. Even om me heen kijken. Nee. Nee, dat is een beetje een semi-dikke boom. Semi-hoge boom met takken en dan niet echt als een dennenboom met van die, dat is zoals een kerstboom, maar meer als een soort loofboom of iets dergelijks. Nou ja, mammoetboom. Oh, zo. Kustmammoetboom. Nou, die heb ik hier helemaal niet. Dat zijn de grootste bomen ter wereld, lijkt wel. Allemaal in het plaatje. Europese larix. Hey. Hey. De struikden. Oh, wat leuk, hé. Tropische regen. Oh, het gaat ook over de tropische regenwouden. Maar het is toch een bos? De bossen in. Regenwoud, is dat ook een bos? Ja, blijkbaar wel. De haarpij kan ik daar vinden. Oh, dit is wel kleurrijk, hé. Oh, helemaal te gek, joh. Brul. Ha, krijs. Oh, er staat allemaal herrie in het bos. Oh, wat lachen. Oh, wacht even. Misschien kan ik even... Krijs, zegt een papegaai. Brul, zegt een luide aap. En de neusbeer, die zit een beetje te vroeten. Drup, 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 drup. Allemaal regen. Oh, dat is een tropisch regenwoud natuurlijk. Vellen, veren en knussen. Nou, dit is wel... Oh, midden in de nacht. Oh, hier wordt het ook al langzaam. Het begint al een beetje te schemeren. Dus in veel dieren zijn s'nachts wakker. De briluil, jaguar, de roodoogmaak... wat is dat dan? Roodoogmaakiekikker. Oh, makiekikker. Oh, hier. Herken. Tropisch bomen. Oh, jeetje. Maar wat nou als ik allemaal die woorden niet ken, joh? Oh, er staat gewoon een woordenlijst achterin. Oh, dit is echt... Als je boswachter wil worden, dan moet je dit boek hebben, hoor. Zo, hey. Nou ja, weet je, ik ga even verder kijken. De bossen in. Dwaal door onze goede wereld heet het. Gewoon opzoeken. En dan komt alles goed. Oké? Okay? Ik zeg weer doei! La, 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 ja, la, 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 la. Zo, nou, die boswachter Bert, dat is me er eentje, hè? Nou, langzaam wordt het tijd voor een soort van recensie. Daar hebben we nou eigenlijk... Wow, want ik ben echt veel te lang aan het praten. Ik dacht, daar ga ik even knal doorheen, maar dat geeft niks. Ik ga gewoon beginnen. Zal ik de tune nog 1 keer doen? Dan weten we daarna weer precies waar we gebleven zijn. Daar komt-ie. Een soort van recensie! Waya en de Wolf. In 2019 herontdekte ik het kinderboek en ik was nog niet begonnen of het debuut van Jonne Kramer werd uitgebracht bij Billy Bones. Die had ik ook ontdekt. Niet herontdekt, want ik kende ze toen nog niet. En daarbij bestaan ze nog niet zo lang. Dus erg raar is dat niet. Ik had het trouwens over Billy Bones en niet over Jonne. Maar ik snap de verwarring als je die al zou hebben. Waar wilde ik heen met mijn verhaal? Oh ja, elk jaar dat ik weer lees, brengt Jonne een nieuw boek uit. Allereerst Het Raadsel van de Zee. Het jaar daarop, Dop. En dit jaar worden we verwarmd met Waya en de Wolf. Ik zeg dit dus allemaal, maar er is wel wat gelogen. Het Raadsel van de Zee las ik namelijk in 2020. Maar nu heb ik dus een soort van leuke opening en een leuke begin. Ik ga verder. Origineel zal het niet zijn om over de cover te beginnen, want net als zoveel vind ik ook deze weer te gek. Interessanter zou het zijn om te kijken welke van de 3 ik het mooiste vind. Ik weet niet of dat interessant is voor jou, maar ik vind het gewoon zelf tof om dat uit te zoeken. Alle 3 dezelfde stijl. Dat is duidelijk. Ik houd van het rode en het groene van Dop en de compositie van het raadsel. Deze nieuwe cover is wat ijziger, maar heeft toch ook weer iets warms. Ik weet het niet. Ik vind het allemaal mooi, maar ik denk toch Dop. Stiekem. Het is wat duisterder. Blijkbaar wist ik het toch wel. Nu kan ik wel door blijven wauwelen, maar er moet ook gelezen worden. Als het ook maar een beetje is, zoals de anderen, ga ik een hele fijne tijd tegemoet. Een korte, dat wel. Ondanks dat het de dikste van de drie is, zal ik wel weer niet kunnen stoppen met lezen. Nou, ik ga nu toch echt lezen. Tot zo. Waya is een jongen met een wolf. Vandaar de titel. De wolf heet Tikani. Waya leeft ook nog met zijn papa en mam. Wel leven ze op een plek waar alleen zij wonen. De buren zijn zeg maar een behoorlijk eind daar vandaan. En er ligt altijd sneeuw. Maar echt altijd. Waya kent niets anders dan dat. Waya is ook nieuwsgierig en dat vindt zijn pap, wat je noemt, relaxed. Want wat is er met zijn eigen pap? Waya's opa dus. Het lijkt Waya dus een goed idee om dat eens uit te gaan zoeken. Gewoon de berg aflopen en wat mensen vragen. Makkie. Ja, toch? Meteen herken ik Jonge. Jonge, wat ben ik toch aan het doen? Nieuwe alinea. Meteen herken ik Jonne. Aan de taal dan, hè. Ik vind dat ze heel warm schrijft. Met van die zinnen waarbij ik me comfortabel ga voelen. Dat ik een dekentje wil pakken en een beker warme chocolademelk. Op die manier warm. Misschien helpt het feit dat we in de sneeuw zijn ook wel. Dan is een dekentje geen overbodige luxe. En nagenoeg vanaf het begin weet ik dat dit verhaal alles in zich heeft om het te laten janken. Door hoe het op papier staat, maar vooral het onderwerp. Daar gaan we weer. Iets met vaders en hun zonen en gevoelens die worden onderdrukt. Om deze vervolgens op anderen te projecteren. Dit gaat weer lekker dichtbij komen. Daar loop ik natuurlijk niet voor weg. Ik heb er zelfs wel zin in. Het is alweer een tijdje geleden. Het duurt dan ook niet lang dat er brokken in mijn keel komen te zitten. Ik vind het goed. Echt goed. Naast het emotionele gebeuren, dat ik waarschijnlijk zo goed vind omdat het voor mij zo herkenbaar is, is er ook de nodige actie. Vertel ik verder niks over, dat moet je zelf maar gaan lezen, want spoilers. Ik zeg alleen dat er dus dat er ook actie in zit. En ja hoor, ik ga blaren. Ik weet het zeker. Het gaat bijna komen. Wat ik ook zeker weet is dat er iets ergs gaat gebeuren met Tikani. In dit soort boeken is dat altijd zo. En daar moet ik dan ook vast om gaan huilen, want ik voel hun vriendschap. Tussen Waya en Tikani dus. Dit was geen spoiler, maar een verwachting. Ik ga dus niet zitten te zeggen of dat ook echt gebeurt. Ik heb trouwens zo vaak voorspellingen die echt praktisch nooit uitkomen. Maar goed, ik ben behoorlijk aan het genieten. Ja, en dan met nog ruim 100 pagina's te gaan. Nou, echt heel ruim. Iets van 150 of zo. Verandert er iets in het verhaal. Of nou ja, ja, voor mij wel. Ik zag het niet aankomen. Zelf houd ik daar dus niet zo van wat er gebeurt. Niet dat ik iets niet aan zie komen, maar, want dat vind ik over het algemeen wel tof. Maar bij dit verhaal vind ik het afbreuk doen aan de emotie die er, in ieder geval voor mij, keihard aan vastkleeft. Ik heb gewoon een heel ander beeld bij dit verhaal. Ik zit er heel anders in of zo. Nu wordt het dus super moeilijk om spoilervrij dit te kunnen zeggen. Zeg maar wat mijn probleem is. Laat ik zeggen dat het van iets waarvan ik denk dat het echt kan gebeuren naar de fantasyhoek. Althans, dat denk ik tenminste op dit moment wordt getrokken. Op zich niet erg. Het is nou eenmaal zo. Maar ik merk gewoon dat mijn vibe echt helemaal anders is dan wat er nu staat te gebeuren. Ik word er een beetje door overvallen en dan ga ik speculeren en zo. Ja, heel sukkelachtig. Ik heb immers geen idee wat er nog gaat gebeuren. Maar als ik verder lees, dus wel. En dat doe ik. En het blijft zo. Daar is helemaal niets mis mee natuurlijk. Maar ik had zo graag een ander einde gelezen. Is dat erg om te zeggen? Ik weet het niet. Het voelt meer als smaak, denk ik. Misschien als ik het op een ander moment had gelezen dat het weer anders viel. Of als ik de specifieke emotionele bagage niet zou hebben gehad. Of iets dergelijks. Sowieso stuur ik dit boek door naar mijn schoonmoeder. We hebben al een tijdje niet iets met onze mini-leesclub gedaan. Maar ik weet zeker dat ze hier heel goed op gaat. Ook omdat ze de andere twee echt heel tof vond. Dus ja, dat is een niet zo hele moeilijke inschatting die ik hoef te maken. Misschien klonk ik net wat zuur, wacht. Maar zo bedoel ik het dus echt niet, hè. Ik heb genoten en ik weet dat er een hele hoop mensen zijn die het einde wel helemaal te gek gaan vinden. Of moet ik daar dan weer niet zo de focus op leggen? Ik had me gewoon op iets anders ingesteld toen ik het begon te lezen. Op een emotionele climax. Die zal er voor een ander sowieso zijn. Maar ik had al iets in mijn hoofd zitten of zo. Ik weet het ook niet, hoor. Wat ik wel weet, is dat ik nogmaals zeg dat ik het echt heel tof vond. Jonne zet wederom weer een hele fijne sfeer neer waar ik dus echt heel goed op ga. Ik heb zin in 2022. Of zou ze die overslaan? Ja! Dat was Waya en de Wolf, een soort van recensie. Begrijp me niet verkeerd. Want ik vond het echt een tof boek. Ik vond het echt een mooi boek. Maar op de een of andere manier... Ja, ik weet ook niet... Zonder spoileren vind ik dat heel moeilijk. Nou ja, misschien moet je het gewoon zelf lezen. Maar er zit dus een soort... magisch element in. Is dat, kan ik dit? Nou ja, fantasy heb ik net al gezegd. Fantasy equals magie. Soort van, heb ik ontdekt. Onlangs. Dus, wat ga ik nu doen? Ja, ik weet ook verder. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. En dan komt er nu een soort van persoonlijke anekdote. Want, waarom... Even de muziek uitgezet. Want waarom vind ik dit nou... waarom komt dit zo dichtbij? Of tenminste, nou ja... dit vind ik heel ingewikkeld worden. Even zien hoor. Hoe ga ik dit vertellen? En hoe... Waya heeft een vader. Nou ja, je hoorde het al net een beetje. Waya heeft een vader. En nou, er is dus iets met zijn vader. Dus met zijn opa. En nou, ik herken dat aan alle kanten. En vader... Zo'n relaties, ja, dat grijpt me gewoon heel vaak heel erg aan. Omdat ik nou ja, zelf een ingewikkelde... Of, nou ja, is dat ingewikkeld? Ja, nou ja, een ingewikkelde relatie met mijn vader heb. Om het even kort te zeggen... Ik werd, even kort gezegd, hè. Kort gezegd, ik wilde zeggen... Mijn eerste zin was, ik werd geboren. Nou ja... Ondertussen ben ik 36, dus dat wordt een heel lang verhaal. Nee, ik zal het kort houden. Nee, ik werd geboren. Toen ik 4 was, gingen mijn ouders scheiden. En vervolgens ging mijn leven door zonder mijn vader. Maar mijn vader was wel, tenminste dat is me verteld, de slechtste man op aarde. Weet je, dat idee. En daar, ja, daar word je dan... mee vergeleken en... Nou, ben ik dan slecht? Nee, ik weet dat... Nee, nou ja. Maar... even kijken hoor. Vervolgens groei je dus op... zonder je vader... of in ieder geval soort van... met een soort nieuwe vader... maar dat is echt te veel credit. Stiefvader is eigenlijk ook nog wel te veel... nou ja, goed. Hè? Dat is weer een ander verhaal. Even zien hoor. Waya is nieuwsgierig naar zijn vader. Naar zijn verhaal. En waarom praat hij niet... als Waya een vraag stelt... waarom loopt die vader daar een beetje van weg? Want waarom wordt hij daar wat bozig om... en al dat soort dingen meer? Nou ja... Ergens kan ik me dat wel voorstellen. Als je maar allemaal dingen gaat blokkeren. En gevoelens en al dat soort dingen meer. En er niet over gaat praten. Nou ja, dat herken ik aan alle kanten. Maar ik ben toch altijd wel een soort nieuwsgierig. Soort van nieuwsgierig geweest. Mijn opa heeft altijd... die leeft al een tijd niet meer. Maar die heeft altijd gezegd... dat ik de eerste zou zijn die contact zou gaan hebben met... Ja, met... de vader, want ik heb ook nog een zus. En op een gegeven moment loop ik door Zwolle. En nou ja, ik ben een jaar of 20 geloof ik, 19. En ik word ineens gebeld door mijn halfbroertje. Die is op dat moment 10 of zo. Die ken ik helemaal niet. En die belde mij. Nou ja, volgens mij telefoonnummer van Marktplaats geritseld. En die vroeg, hoi, wil je misschien langskomen? Maar ik op dat moment, ik ben sinds mijn 4e al niet meer met mijn vader. Maar dus, nou ja, nou dat weet ik niet. Weet je wat? Maar, ja, maar dat gaat dan wel in je hoofd zitten. En wel benieuwd naar mijn vader. Want wie is dat? Ik lijk dus blijkbaar heel erg op hem. En ik had ook foto's gezien, weet je wel, op een gegeven moment. En dan, of nee, dat kwam later nog. Dat je echt denkt, holy moly. Wat lijk jij op je vader? Een jaar later, het ging in mijn hoofd zitten. Een jaar later dacht ik, ja, laat ik hem contacten. En dan spreken we een keer af. Nou, wij een keer afgesproken. Nou ja, dan heb je hem een keer gezien. En dan, ja, op dat moment kon ik nog geen goede vragen stellen. En emotioneel was ik echt een soort randebiel. Weet je wel. Of nou ja, nee, dat is ook flauw om te zeggen. Over jezelf. Gewoon emotioneel niet klaar voor zoiets. En wat moet je ermee? Maar ik heb hem gezien en dat was goed. Jaren later, eind 2018... Nou, dat is, als je me een beetje kent, weet je dat nu ondertussen wel. Nou ja, ging ik een beetje naar zijn grootje met allemaal spanningen en al dat soort dingen meer. De vraag van de psycholoog was, of nou ja, meer een ding van, weet je wat jij moet doen? Je moet met je vader en je moeder praten. Oh-oh. Nou ja, ik dus mijn vader gecontact. Na al die jaren. En zo zou hij langs willen komen. Nou, diezelfde week kwam hij langs. En toen hebben we een heel emotioneel gesprek gehad en zo. En later ben ik ja, het jaar daarna zijn we nog wezen eten. En dit jaar heb ik hem ook weer opgezocht. Omdat ik dacht van, volgens mij, ik moet op zijn minst onderzoeken wat dat gevoel is. Of zo. Want ik mis niet per se een vader in mijn leven. Dat denk ik. Ik heb het gevoel in ieder geval niet. Maar blijkbaar moet je wel een plek zien te vinden voor je familie. Dus mijn vader, het is nou eenmaal mijn vader. Je hoeft, ik kan wel iemand, zeg maar, blokkeren uit mijn leven. En dan daar altijd een beetje, ja, een bepaald gevoel bij hebben. Maar ik kan ook onderzoeken wat het precies is. En kijken wat er allemaal is of zo. Nou ja, weet je? Ik heb mijn vader nu dus afgelopen jaar 3 keer gezien. En wat ik helemaal bij de laatste keer, wat ik zo ontzettend bizar vond, was, het is mijn vader. Dat zie ik, want we lijken fysiek heel erg op elkaar. Maar het voelt niet zo of zo. En dat is zo, dat vind ik zo vreemd. En de vader van Waya, die heeft overduidelijk nog geen plek gevonden voor zijn eigen vader of zo. En Waya zoekt weer een plek die zijn vader in zijn leven moet hebben of zo. En die vindt dat dan van, oh, waarom kan ik niet over bepaalde dingen praten en word je dan boos en al dat soort dingen meer. Dus Waya gaat die gaat op onderzoek uit en die gaat ook voor zichzelf natuurlijk die dingen doen. Nou ja, ik weet niet of dit een beetje duidelijk was. Ik merk dat, dan zit ik zo achter die microfoon, zit ik zo een beetje te praten en dan zit ik zo te bedenken van, wat is er nou allemaal gebeurt en wat kan je nou vertellen om dat een soort duidelijk te maken. Maar er gebeurt natuurlijk best wel veel. En ook in me gebeurt best wel veel. En ruim een jaar geleden had ik ook een koffertje gemaakt. En die hoor je zo meteen op het einde. Dus een liedje, sluiten we mee af. Hopelijk... Oh, pardon. Hopelijk krijg ik geen copyright claim. Ik doe even muziekje aan hoor, want dit... Geen copyright claim. Jeetje, ik heb de hele bus is helemaal gekeeld. Eventjes, wacht, even, heb ik nog een gezellig... Wacht, ik doe gewoon weer even deze. Want dan kom ik weer helemaal in een soort radio-vibe. Kortom, Waya en de Wolf. Ik vond het hartstikke mooi, maar ik vond het... ik vond gewoon één bepaald ding, vond ik jammer. En dat doet dan... voor mij doet het hem dan net niet. Maar ik heb wel echt genoten. Ik ga zo een stukje voorlezen. En... kan ik vertellen waarom het dan... waarom ik dat dan vind? Nou, ergens... Even zonder een spoiler, hè. Ergens vind ik het namelijk jammer dat het dan zo loopt zoals het loopt. Omdat het... Ergens wordt het buiten hunzelf om neergelegd. Of zo. Nou ja, ik weet niet. Je moet... Lees het gewoon en check of je begrijpt wat ik bedoel. Maar weet je, anders hebben we het wel een keer over. Hè? Of als je een soort gelijke ervaring hebt, laat me het dan weten of niet. Weet dat je niet alleen bent. Nou, ik ga een stukje voorlezen. Uit hoofdstuk 3 is het... ik hoop dat het niet te veel spoilers. Maar dit geeft een beetje aan hoe... hoe Waya en zijn vader zijn en al dat soort dingen meer. Waya en de Wolf, hoofdstuk 3. En dan wel een stukje in hoofdstuk 3 hoor. Waar is die Kani? Vraagt mijn vader als we in het bos lopen. Ik haal mijn schouders op. Hij is niet in de buurt, maar dat is wel vaker zo. Als hij iets interessants ruikt, loopt hij zijn neus achterna. Ook al komt de geur van mijlenver. Ik denk aan het verhaal van Springmuis. Misschien is Tikani een muis een lift aan het geven. Hij is op avontuur, denk ik, net als wij. Of hij heeft andere wolven gevonden om mee te spelen, zegt mijn vader. Ik kijk hem fronsend aan. Tikani heeft ons. Hij hoort bij onze roedel, toch? Mijn vader is even stil, maar slaat daarna zijn arm over mijn schouder. Dat betekent Dat betekent, denk ik, dat hij met me... Oh, joh. Sorry. Ik doe even... Mijn vader is even stil, maar slaat daarna zijn arm over mijn schouder. Dat betekent, denk ik, dat hij met me eens is. Je hebt gelijk, Waya, zegt hij. Hij heeft niemand anders nodig. Ik glimlach en kijk mijn vader aan. Zijn wenkbrauwen zijn bezaaid met kleine witte ijsdruppels. Denk je dat echt? Vraag ik. Natuurlijk. Maar denk je niet dat hij zich soms afvraagt waar de rest is? Nu is het mijn vader die fronst. Wat bedoel je? Zijn wolven... hij komt toch ergens vandaan? Ik probeer het beven van mijn stem te verhullen door harder te praten. Denk je niet dat hij nieuwsgierig is naar hoe het met zijn wolvenouders gaat? Mijn vaders gezicht betrekt. Hij kijkt me lang aan. Veel te lang. Alsof hij precies doorheeft dat ik eigenlijk naar zijn ouders vraag. Dan laat hij me los en draait hij zich om. Nee, Waya, dat denk ik niet, zegt hij over zijn schouder. Hij schudt aan de takken van een boom, waardoor de sneeuw er vanaf valt. Mijn vader plukt 2 dennenappels en stopt die in zijn tas. Ik ren achter hem aan en pak zijn hand. Papa, fluister ik. Ik schraap mijn keel. Wie heeft die verhalen geschreven? Hij kijkt me onderzoekend aan, met samengeknepen ogen. Welke verhalen? Ik kijk naar mijn laarzen, naar de knopen van mijn jas, adem diep in en pluk een beetje moed uit de lucht. Dan kijk ik mijn vader recht aan. Wie is Nanook? Mijn vader is stil. En het bos om ons heen zwijgt ook. Zijn ogen staan op mij gericht, maar ik heb het gevoel dat hij dwars door me heen kijkt. Hij slikt hoorbaar en schudt zijn hoofd. Achter me hoor ik het kraken van een dorre tak op de grond en het bekende geluid van sneeuw onder wolvenpoten. Zonder om te kijken maak ik een gebaar met mijn vlakke hand. Tikani hoef je nooit iets 2 keer te vragen. Hij slaat een ander pad in. Ik hou mijn ogen op mijn vader gericht. Hoe kom je aan dat boek? Vraagt hij boos. Uit de kast. Daarop fronst hij zijn wenkbrauwen en zijn neusvleugels worden wijder. Heb je erin gelezen? Ik knik. Is zij mijn oma? Mijn vaders woede voelt zo dichtbij dat ik hem bijna niet aandurf te kijken. Hij schrikt van mijn vraag, dat zie ik. Zonder op te antwoorden draait mijn vader zich weer om en loopt verder. Met grote stappen beent hij tussen de bomen door. Ik loop achter hem aan. Papa, is Nanook mijn oma? Ik grijp hem bij zijn arm. Ik kan de vragen niet meer inhouden. Mama heeft me verteld dat jouw ouders nog leven. Waarom ken ik ze niet? Waarom heb je dat nooit verteld? Waarom? Hou op, Waya, onderbreekt hij me. Je bent nog te jong. Ik zucht en rol met mijn ogen. Te jong. Hoe lang duurt dat nog? Ik kan het je niet vertellen, roept mijn vader dan. En zijn stem lijkt te breken. Zijn woede maakt plaats voor de vertrouwde droevige blik, die dikker lijkt dan ooit tevoren. Ik weet niet wat ik je moet vertellen. Ik weet het niet. Geschrokken kijk ik naar mijn vader en zijn rode gezicht. Ik leg voorzichtig een hand op zijn schouder. Hij schudt mijn hand van zich af en recht zijn rug. Alsof er niets is gebeurd. Help me maar even met die dennenappels. Dan komen we niet met lege handen bij je moeder terug. En zwijgend loop ik met hem mee. Oh, dat is wel heel gezellig muziekje om af te sluiten. Nou ja, als ik dit dus hardop lees, dan emotioneert me dat behoorlijk. Toch wel. Omdat ik ook nu... ik snap waarom mijn vader bepaalde keuzes heeft gemaakt, bijvoorbeeld. Dus de... waardoor ik wat begrip heb ook voor zijn verhaal. En dat mensen doen wat ze... Ja, ik weet het ook niet, man. Weet je... ik weet verder niet wat ik er nog over moet zeggen. Maar dit vind ik dus... dit soort dingen vind ik dus prachtig, hè. Dit soort conversaties en dit soort situaties vind ik mooi om te lezen. Omdat het dichtbij komt en... ja, nou ja, dan voel je dat of zo, weet je. Dat vind ik te gek. Gewoon, je voelt alles aan alle kanten. Ik dan. Weet je, even gezellig. Dit is altijd gezellig. Ik ga afsluiten. Ga Waya en de Wolf gewoon lekker lezen, want het is echt een warm, tof verhaal. Het einde, het maakt niet uit, want in principe vind ik het ook een goed einde. Alleen, nou ja, dat hoef ik niet nog een keer te zeggen. Vond je die andere twee tof, dan vind je dit ook helemaal te gek. Je hebt er iets langer om te lezen, want het is net ietsje dikker. En dat is heel erg fijn. Ik ga afsluiten met het liedje Papa van Stef Bos. Die heb ik vorig jaar gecoverd. Omdat mijn vader heel erg in mijn hoofd ging zitten. En daar moest ik dan iets mee. Toen dacht ik, weet je, ik neem het gewoon op. En ik ga gewoon zingen in 1 take. En dan kijk wel wat er gebeurt. Nou ja, toen moest ik dus heel huilen. Maar het is wel... Nou ja, het liedje klopt niet 1 op 1 met mij. Maar het hele idee is er natuurlijk. Je vader en je moeder. Familie moet gewoon een plek in je leven hebben. Of dat nou... Ook als je ze niet in je leven wil hebben, dan moet je daar wel bijvoorbeeld voor kiezen. En uitzoeken. Je kan niet gewoon zeggen, weet je, krijg de gloeiende maar. Ik peer hem. Dat heb ik ook geprobeerd. Nou, dat werkt dus niet. Wat je ook doet, het moet een plek, wat het dan ook is. Oké. Nou ja, weet je, ik zet het gewoon aan. Ik zet de tune aan en dan gaat die komen. Ja, bedankt voor het luisteren in ieder geval. desebastiaan.nl. Laat daar dingen achter. Of weet je... Zo, ik heb echt mijn vibe, joh. Nou ja, wat dat betreft is het wel goed. Zeg maar, het laat me weer even nadenken. En ik merk dat ik daar soms nog... dat ik het soms wel echt heel lastig vind. En helemaal dus blijkbaar in mijn eentje. Om daar hard op over te praten. En echt te benoemen. Wat voel ik dan? En wat is dan het probleem? Met mij. En mijn vader. En ook mijn moeder. En wat vind ik daar nou van? Ben ik op de goede weg? Of moet ik daar meer? En dan kan zo'n boek zo ontzettend helpen om daar weer over na te denken. En het ook vanuit een soort ander perspectief te zien. Want dat vind ik wel te gek. Dat Waya niet zozeer een vreselijke relatie heeft met zijn vader. Maar zijn vader met zijn vader. Weet je? En dat is net even, ook weer net even anders. En laat ook zien dat ook volwassen mensen met kinderen problemen kunnen hebben met hun ouders. En dat dat niet alleen kinderen hoeven te zijn. Maar die kinderen die zien natuurlijk wel hun ouders en al dat soort dingen meer. Nou, weet je, ik ga afsluiten. Billy Bones en Jonne Kramer, bedankt voor dit prachtige boek. Tot de volgende keer. Tot volgende week. Heb ik een mooi programma. Er is ook een leuke bonusaflevering komt erbij. Want voor de laatste keer benoem ik het. Kevin Hassing komt langs. En alles komt goed. Of zo. Nou ja, weet je. Ik heb ook geen idee. Ik zeg veel plezier en de groetjes. Een soort van recensie. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen. En ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee en ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood, nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden die jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Papa, ik hou steeds meer van jou.